Ja, voorzitter, we weten dat in de praktijk, dat als je ergens op bezuinigt en dan vervolgens het gesprek aangaat om te kijken of iets wel mogelijk is, dat het heel vaak wel ingewikkelder wordt om het te realiseren. Ik erken, voorzitter, dat het in geval het eerste initiatief, dat die is misgelopen. Dat betekent niet dat je niet de tweede of derde keer moet proberen. Je moet het net zo lang proberen, totdat we in Nederland gewoon een erkende imamopleiding hebben. Dus ik kan deze bezuinigingen totaal niet begrijpen. Want als we met die logica kijken naar heel veel andere onderwerpen, nou, dan kunnen we zo ook heel veel op heel veel andere posten bezuinigen. Ik noem maar de curriculumherziening. Die is ook niet in één keer goed gegaan. Daar hebben we ook een paar keer over gedaan. En daar hebben we ook niet gezegd van het is nu mislukt. En daarom halen we de middelen die daarvoor bestemd zijn, halen we weg. Dus ik roep de minister op, doe dit niet. Ik zal ook een amendement indienen. En ik hoop dat we, dat het niet vandaag de dag is, dat we de imamopleiding definitief laten sneuvelen. Want dat zou enorm jammer zijn voor de islamitische gemeenschap die hier enorm veel behoefte aan heeft. Minister. Voorzitter, ik dank de heer Erkin voor zijn gloedvolle wijze waarop hij verdedigt dat dit belangrijk is. En ik ben het ten volle met hem eens. Het is een groot maatschappelijk belang dat we in Nederland imams opleiden die Nederlands spreken en hier geworteld zijn. Zie mijn uitgestoken hand. Hier moeten we over blijven praten. Maar ik vond het niet verdedigbaar om in een begroting waar ik zoveel moet bezuinigen, om dan een bedrag dat al 7 jaar daar staat, om die te laten staan. Maar de uitgestoken hand blijft. En ik zal ook in gesprek blijven met de sector en met het CMO, met het onderwijsveld, om te zien of er nieuwe initiatieven ontstaan. En dan gaan we er gewoon weer naar kijken. De minister vervolgt zijn betoog en gaat wederom nu starten met het blok over het MBO. Ja,